Mumbai is een zeer uitgestrekte stad met opmerkelijke bezienswaardigheden, variërend van Victoriaanse gebouwen, zoals het treinstation tot de recente Vipanasa Stupa. Een enorme sloppenwijk, misschien wel de grootste ter wereld, dicht bij het duurste huis ter wereld, een stad van contrasten. Mumbai, beter bekend als Bombay, is de hoofdstad van de staat Maharashtra. Het is de dichtstbevolkte stad van India met zijn 12,5 miljoen inwoners, 23 miljoen als we de hele metropool meetellen. Mumbai is de economische hoofdstad van India en staat vol met monumenten die door de Britten zijn achtergelaten. Onder deze monumenten het station, de bibliotheek en vele andere. De naam Mumbai komt van die van de godin Mumbadevi, wat moeder betekent in de Marathi taal, de moedertaal van de Koli volkeren en de officiële taal van Maharashtra. De oude naam van de stad Mumbai, Bombay, werd gegeven door de Portugezen en betekent waarschijnlijk goede baai. Mumbai is de economische en financiële hoofdstad van India. Het is ook de hoofdstad van de Indiase cinema met de Bollywood studio's. Onder de dingen die je in Mumbai kunt zien, is de Dhobi Ghat, een enorm openluchtwashuis in het hart van de stad. De waswerkers worden Dhobis genoemd, alleen mannen, en doen de was voor de meeste hotels en ziekenhuizen in de stad. Al deze enorme was wordt volledig met de hand gedaan en het wassen gebeurt door de was door verschillende bakken te halen en door de kracht van de armen van de Dhobis. Opmerkelijke koloniale monumenten zijn het Victoriaanse station Chhatrapati Shivaji en de Universiteitsbibliotheek, één van de grootste ter wereld. Is een enorme openluchtwasserette in het centrum van Mumbai. De Dhobi Walla, die kleren wassen van vader op zoon, wassen kleren voor bijna de hele stad. Al het linnen wordt met de hand gewassen. Met name hotels en ziekenhuizen doen een beroep op hun diensten.